Ben je even niet bereikbaar? Met de voicemail van Voice kan er toch een berichtje worden achtergelaten. Het grote voordeel hiervan is dat je deze kan terugluisteren vanuit jouw e-mail inbox. Om een voicemail toe te voegen aan freedom.voice.nl ga je naar beheer toe en vervolgens naar voicemail. Deze is nu nog grijs omdat er geen voicemails zijn, actief zijn in jouw omgeving. Klik op toevoegen. Geef hem een naam. Nou, dit wordt een gesloten voicemail en een omschrijving. Wanneer we gesloten zijn. Bij de e-mailadressen kan je het e-mailadres invoeren waarnaar de audiobestanden moeten worden verzonden. Dat is bedweterheidaltijdgelijk.nl. Voor het welkomstberichttype kan je kiezen voor standaard of aangepast. Bij een aangepast kan je een eigen bericht uploaden of selecteren die in freedom.voice.nl staat. In dit geval kiezen we voor een standaard welkomstbericht. Die wordt ingesproken door een Nederlands vrouw. Kan afluisteren door het play-knopje te drukken. En verstuur e-mail bij geen bericht. Dus als de bellers op de voicemail uitkomen zonder een bericht achter te laten. Zo kan je toch zien dat je bent gebeld wanneer er geen voicemail is achtergelaten. Zo mis je geen enkel belletje. Klik op opslaan. En zoals Freedom zegt, staat de voicemail nog niet in de belplannen. En die kunnen we toevoegen door op deze link te klikken. En het nummer te selecteren waaraan deze moet worden toegevoegd. En wil je hem toevoegen aan alle momenten dat je gesloten bent. Dat zijn tijdens de feestdagen. Als die daaraan voldoet, wil je dat de bellers op de voicemail uitkomen. Ook wanneer er niet aan de reguliere openingstijden wordt voldaan, wil je dat de bellers op de gesloten voicemail uitkomen. Kijk voor wijzigen en je selecteert voicemail waar het over moet gaan. Klaar, de voicemail staan erin.